Het Grensland College start in september met de eerste opleidingen. Het doel is om afgestudeerde MBO 4 studenten en huidige werknemers op te leiden naar HBO-niveau. Op die manier kunnen zij zich dicht bij huis verder ontwikkelen. De opleiding wordt in het oude raadhuis gegeven, waar de verbouwing nog bezig is. Op vrijdag 25 juni overhandigde wethouder Elvira Schepers symbolisch een sleutel aan de directieleden van het Graafschap College, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Saxion. Laten we maar beginnen. Het Grensland College. Eindelijk, moet ik eigenlijk zeggen. Hier staan we dan. Klaar om de huurovereenkomst te tekenen. En het idee wat ooit in de achtertuin begon, maar wat ik van Inside Information, was het eigenlijk niet de achtertuin, maar buiten op straat bij de kliko's, is het idee van het Grensland College eigenlijk ontstaan. En dan beginnen we hier straks in ons mooie raadhuis. En dat juich ik als wethouder onderwijs heel erg toe. Vanwege het vernieuwende onderwijsaanbod in de regio. Vanwege een nieuwe grensoverschrijdende school in de regio. En dan de samenwerking met Kreis-Borken. Maar ik juich het vooral toe omdat het heel veel nieuwe kansen biedt voor onze inwoners. En zo ken ik bijvoorbeeld Niels. En Niels is een echte Winterswijker. Hij woont hier, hij leeft hier, hij heeft zijn vrienden hier en hij werkt in de regio. En het is iemand die van niveau 3 naar niveau 4 is doorgestroomd en eigenlijk zich verder wil ontwikkelen, maar de stap naar het HBO net iets te groot vindt. En toen ik hem vertelde over het Grensland College, toen zei hij, oh maar dat is fijn, want dan kan ik in mijn eigen woonplaats blijven, bij mijn eigen werkgever blijven werken en me verder ontwikkelen. Nou, dit zijn dus de mensen waar we het volgens mij ook voor doen. Dus niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van onze inwoners, maar ook voor ons bedrijfsleven. Want die zitten te springen om bijvoorbeeld technisch personeel. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Het Grensland College voor mensen als Niels maakt echt dat hij die stap makkelijk kan maken. En andersom, voor ons als gemeentes in de regio is het ook heel belangrijk dat het Grensland College er straks is. Want we houden met deze initiatieven onze getalenteerde mensen in onze eigen regio. En we dragen daarbij dus ook bij aan de kwaliteit van leven hier in de regio. Dus ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben dat we vandaag deze huurovereenkomst gaan ondertekenen. Jullie zijn meer dan welkom in ons prachtige gemeentehuis. Met de markt op een steenworp afstand en het Vrijheidspark achter ons. Nou, ik weet zeker dat jullie je hier heel erg thuis gaan voelen. En maak gewoon gebruik van onze gastvrijheid en ons bruisende centrum, want daar is het voor. Ik kan verder alleen maar zeggen, ik wil de sleutel zo meteen even aan jullie overhandigen, aan jullie drieën. Want het is een driehoek samenwerking, kan ik eigenlijk wel zeggen. En dan hoop ik dat ik jullie weer zie bij de opening op 2 september. Dank jullie wel. Graag gedaan. De sleutel, kijk. En ik wil hem aan jullie alle drie tegelijk geven eigenlijk. Dan doen we gewoon zo één kant, andere kant en één in het midden. Zou dat lukken? Ja, vast wel. Ik weet niet of het even aan de kant gaat. Dan ga ik wel aan deze kant staan. We pakken hem graag aan, Elvira. Dankjewel. Alsjeblieft. Dan moet dat lukken. Ja, dat dacht ik al. Misschien is het aardig dat ik ook vanuit de hogescholen, maar ook vanuit Graafschap College, toch een opmerking aan toevoeg. We zijn als hogescholen een aantal jaar geleden echt uit de startblokken gekomen om leren voor werkenden echt serieus op te pakken. Waarin we met elkaar gekeken hebben naar wat zijn nou die ontwikkelvragen in de markt. Hoe kunnen we zorgen dat mensen een stap verder kunnen zetten in hun eigen ontwikkeling en daarmee ook de ontwikkeling van hun eigen bedrijf kunnen ondersteunen. En we hebben gemerkt dat Saxion en Han echt een goed beentje voor hebben gezet, ook landelijk, om het onderwijs modulair, flexibel en eigentijds aan te bieden. En we merken inmiddels ook met het flinke volume dat we hebben, dat leven lang leren begint te werken. Dat iedereen snapt dat als je verder wil komen, dat je met één keer opleiden er niet bent. Of als je verder wil komen, dat je toch nog een stap extra wil zetten.
En als je dat aanbiedt op een manier waarin je werken en leren goed combineert, dus dat gaat echt over een mooie combinatie van werken en leren, als je dat doet in de regio met de bedrijven, ja, dan gaat het echt vliegen met elkaar. Waarom? Daarmee zie je dat je, zoals Avira ook aangaf, eigenlijk de schouders onder de regio zet op de plek waar je de mensen ook nodig hebt. En dat is waar we ze graag willen houden. En daarom is het voor ons belangrijk dat we in samenwerking met Graafschap College, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Saxion in deze regio samen stappen zetten. Dan hebben we natuurlijk wel de aansluiting met de bedrijven nodig die het ook prettig vinden om met ons hun medewerkers een kans te bieden om laten we zeggen, de veranderingen voor te blijven op de arbeidsmarkt. Zodat mensen hier blijven en het een aantrekkelijke regio is en blijft. En daarmee hopen we bij te dragen aan een goed vestigingsklimaat. Ik vond het wel aardig om wat jullie toe te geven.